ik weet niet of jullie dit ook al zien, maar het is hier intussen in de studio een stuk gezelliger geworden. Ik ga zo de gasten hier voorstellen. Allereerst wil ik even alle pitchers bedanken, alle 8 pitchers die we gezien hebben voor hun inzet en ook hun geduld met de techniek die hier en daar een beetje scheef ging. Maar we hebben jullie pitches goed gehoord. Ik ga straks nog even uitleggen hoe je als kijker ook kan aangeven welke pitch jij interessant vond en waar je meer over wil weten of misschien wel aan wil meedoen. Want daar hebben we manieren voor om dat aan te geven. Maar voordat ik dat weer ga doen, wil ik eerst eigenlijk het gesprek hier op de bank gaan voeren met 4 gasten. Vanuit eigenlijk 4 verschillende perspectieven. Samen met hun wil ik kijken en even naar de pitch van wat hebben we nou gezien, waar worden we blij van, waar zitten uitdagingen en ook naar het belang van het Digi-akkoord. We gaan even zo beginnen. Zou je even kort willen voorstellen en ook welke organisatie je van bent? Absoluut, mijn naam is Jeroen Bart. Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat doe ik bij de directie Bouwen en Energie. En daar hou ik me met name bezig met innovatie en digitalisering in de bouw. Ontzettend belangrijk. Alle doelen die we willen op het gebied van verduurzaming, die gaan we niet halen als we niet ook als de wielen weer gaan aan de slag gaan met digitalisering. Dus ik ben heel blij om hier te zijn. Oké, dankjewel. Jacob Maan, ik zit hier als een van de opdrachtgevers, namelijk namens Edes, de woningcorporaties. We hebben in 2030 straks bijna 3 miljoen woningen en we gaan de komende jaren er 300.000 bij bouwen. Ja. Volgens mij hartstikke belangrijk om hier te zijn, want we moeten gewoon aan de slag. Jij zei het ook al. En sneller, slimmer en beter resultaten halen is wat je hebt je mouwen ook al gesloten. Ja, ik dacht dat het belangrijk was. Dat moeten we gewoon uitstralen. Ja. Joppe. Goedemiddag, mijn naam is Joppe Duindam. Ik ben van Bouwend Nederland. Onze achterban bestaat uit een aantal hele grote bouw- en infra-ondernemers, maar ook vele kleine. Die werken allemaal in de keten samen, in wisselende samenstellingen. En ze willen heel graag verder met de digitalisering, want ze merken dat het hun ontzettend helpt. Mm-hmm. Het is alleen nog wel de slag van alleen naar samen en ook in die wisselende samenstellingen. Ja. Dus we hebben nog veel te doen. En last but not least. Ja, goedemiddag. Ik ben Remco van der Linden. Ik werk bij Techniek Nederland. En Techniek Nederland is de brancheorganisatie voor de installateurs en technisch dienstverleners. En daar zijn zo'n 5000 leden dagelijks bezig met zowel installeren, maar ook het beheren en onderhouden van de vele gebouwen en technische installaties in de infra en in de industrie. Ja, dus eigenlijk echt de uitvoering en de handen en voeten aan heel veel wat maar, hier. Maar ook de engineering, het ontwerp van de technische installaties. Ja maar goed, echt de concrete kant, toch? Zeg je dat? Alles wat je nodig hebt binnen een gebouw of in de infra, dat is een stuk techniek en dat verzorgen onze leden. Ja. Waarom ook een beetje dat bruggetje maak, niet helemaal handig dus, maar is omdat ik eigenlijk even met jou wil beginnen, Jeroen. Jij bent van het ministerie, daar wordt beleid gemaakt. En beleidsmatig kan ik me voorstellen dat je samenwerking in de keten digitalisering, dat zijn mooie termen die je in een mooi rapport of in een mooi plan kan zetten. En dan moet het waargemaakt worden. Hè. Hoe lastig is dat? Hè? Want je zei al, de handen moeten uit de mouwen. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Dat zien we ook aan dat we natuurlijk een aantal jaar terug al met de eerste DigiDeal Go bezig waren. Daar waren we toen ook één groot voorstander van. En dan zag je dat eigenlijk iedereen wel zag, ja, we moeten hier iets mee met dat thema digitalisering. En we moeten ervoor gaan zorgen dat we in die hele keten beter gaan samenwerken. En tegelijkertijd zie je dat we eigenlijk nu nog veel sneller die stappen moeten gaan zetten. We zijn inmiddels al een aantal jaar verder. Dus dan word ik ook heel blij van de pitches die we hier horen. Juist ook omdat die ook handen en voeten geven aan niet alleen, ja, we weten dat het thema belangrijk is, maar ook hoe dan? En daar zijn die pitches nu wel mooie voorbeelden van. En neem je die pitches dan ook weer terug mee naar het ministerie en... Absoluut. Kijk, wij zitten hier natuurlijk, ja, we zijn beleidsmakers, maar we zitten in verschillende rollen zitten we de hele tijd bij dit soort gesprekken aan tafel. Maar we zijn ook bijvoorbeeld bevoegd gezag, we moeten ook vergunningen verlenen, dat moet eigenlijk ook digitaal. Daarnaast zijn we soms opdrachtgever via de Rijksvastgoedbedrijven, we maken afspraken met partijen als Edes. Dus het is voor ons ook belangrijk om eigenlijk vanuit al die verschillende rollen de hele tijd te denken, welk stukje moeten wij nou oppakken en hoe gaan we daar dan ook zo snel mogelijk mee aan de slag? Oké, want dan zitten we hier eigenlijk met de keten dan, zou ik maar zeggen. En hoe lastig is het dan binnen het ministeriële wereldje of binnen het beleidswereldje ook om dat soort doelen op elkaar aangesloten te krijgen? Ja, dat is best wel ingewikkeld af en toe. Wij zitten er ook eigenlijk vanuit verschillende directies en soms zelfs met verschillende departementen. En die moeten we eigenlijk ook allemaal met de neus in dezelfde richting krijgen om ervoor te zorgen dat we in alles aansluiten. Bijvoorbeeld
ook als het gaat over kadaster, dat zit dan eigenlijk via een andere directie bij onze partij. Maar ja, die hebben hele belangrijke data die nodig is ook om eigenlijk met die hele keten digitaal samen te kunnen werken. Nou ja, daar moeten we mee praten. Tegelijkertijd hebben we doelen als het gaat over woondeals, over de aantallen woningen. Tegelijkertijd hebben we doelen op het gebied van verduurzaming. Nou, dan gaat het over onderhoud, dan gaat het over hoe je met een gebouwbeheersysteem aan de gang gaat. Ja, dat is best wel een uitdaging om dat allemaal daarop aangesloten te krijgen. Ze hebben ook een eigen programma voor, dat heet Bouwwijzer. Maar ja, wij moeten dus ook die stappen zelf zetten. Dus wij zitten hier niet alleen om te zeggen, ja, we zijn heel blij met dit soort acties, maar we moeten ook zelf aan de slag. Ja. Dus je zit ook stiekem je eigen... Precies, wat kunnen wij hier nou uit meenemen? En dat kan ik weer bij die neerleggen om dat ook te gaan doen. Ja, dus dat is heel belangrijk. En is er in de pitches die je nu hebt gezien, was er één dingetje, daar moet ik echt iets mee? Of daar heb ik nog niet voldoende... Ja, nou, waar ik heel enthousiast van werd, was de ene laatste pitch ook. Omdat wij eigenlijk zelf nu ook net een onderzoek hebben uitgezet naar een digitaal gebouwpaspoort. En dat gaat eigenlijk precies over hetzelfde vraagstuk wat daarvoor lag. Hoe zorg je er nou voor dat je vanuit al die verschillende stukjes van de bouwketen data, het liefst federatief, kan aanleveren, zodat je die kan uitwisselen, zodat elke... Ja, partij die data op een bepaald moment nodig heeft om te kunnen verduurzamen of om te kunnen bouwen, dat die dan ook makkelijk geautomatiseerd meteen weer kan gebruiken. Dus wij kijken nu ook zelf naar, zijn er dan al voorbeelden in andere landen die wij goed kunnen overnemen? Maar ja, als dat initiatief al vanuit de markt komt, dan sluiten wij daar natuurlijk hartstikke graag bij aan. We hoeven het niet zelf te doen als de markt al met iets komt. Dan willen we dat vooral ook kunnen omarmen. Ja. Als ik daar op aan mag sluiten, ik vind dat een hele mooie beweging van BZK. Want een jaar of 5 geleden, toen weet ik dat er een aantal beleidsdossiers waren. En hadden we het gesprek over van, maar leuk zo'n beleidsdossier, maar hoe ga je de digitale component daarvan invullen? En ik zie nu bewegingen ook bij BZK van een bouwwijzer. Het nadenken over van hoe gaan we die informatie door de keten heen sturen? Wat doen we in het buitenland? En dat is echt een stap die BZK nu gemaakt heeft. En dan heb je het over renovatiepaspoorten, heb je het over Europese regelgeving. En je ziet andere landen, die hebben al wel hele goede faciliteiten. Nou, mooi als de overheid daar nu ook in mee gaat bewegen. Ja, maar dat zal waarschijnlijk ook vanwege die grote maatschappelijke vraagstukken komen die ook op de overheid drukken natuurlijk. Absoluut. Kijk, wij hebben nu sinds een jaar het programma Versnelling, Verduurzaming, Gebouwde Omgeving, PVGO. En daarin staat ook heel duidelijk in een van die programmalijnen dat digitalisering is echt een randvoorwaarde om al die doelen op het gebied van verduurzaming te halen. Dus dat kwartje is echt wel gevallen en daar willen we ook gewoon mee aan de slag. Okay. Heel goed. Jacco, even naar jou. Jij zit vanuit... opdrachtgeverskant, hè? Want je zou 3 miljoen woningen. Ja, dat is alleen al de woningen van de woningcorporatie, die we straks beheren in 2030. Er zijn natuurlijk nog veel meer woningen in Nederland. En andere opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf en heel veel anderen, die hebben natuurlijk weer hele andere bouw die zij waar ze nodig hebben. En hoe betrek jij jouw achterban of jullie achterban bij deze digitalisering, bij die ontwikkeling? Nou ja, dat is best in die zin best ingewikkeld eigenlijk. Want bij de woningcorporaties zijn er bijna 300 corporaties. En dat is echt van klein tot groot. En het is niet een thema wat de afgelopen 10 jaar bij ons domineerde in de sector, zeg ik maar even eerlijk. Dus de kunst is inderdaad van hoe kan je dit thema meer onder aandacht brengen. Nou, we hebben vorig jaar een grote stap gezet doordat we een datastandaardenorganisatie hebben afgesproken. Dat is nu ook bij Edis ingericht sinds kort. En daarmee zie je dat toch het belang wel onderstreept werd. Maar ja, hoe gaan we dit uitleggen? Daar ben ik ook bijvoorbeeld echt wel met het DigiCo-programma over bezig. Van, hey, we moeten ook echt gaan uitleggen hoe het breder dan de sector. De sector bedoel ik even onze sector van woningcorporaties. Hoe we daar gaan regelen. Dus dat betekent heel veel communicatie. Dat betekent mensen die voorlopen in onze sector met digitalisering. Daarbij betrekken, informeren. Zo'n digi-akkoord ook afstemmen, hè, de consultatieversie die er nu ligt. En dat betekent ook nadenken over wat kunnen een beetje de voorlopers, de trekkers zijn in onze sector. En dan kijk je al snel toch naar de wat grotere corporaties die wat meer slagkracht hebben in de uitvoering ook. En die zijn vaak degene die het eerst die beweging maken en dan gaan de kleinere vanzelf mee bewegen. Ja, en zien ook misschien sneller de voordelen, hè, door processen te digitaliseren, omdat ze gewoon massa hebben. Ja. Is dat, ik denk dat dat een beetje bij jullie hetzelfde geldt bij Bouw in Nederland, of niet? Voor een deel. Het gaat ook over dat belangrijk is dat je dit met elkaar doet. Zodat er zekerheid ontstaat van we gaan met elkaar die richting op. Het kost natuurlijk behoorlijk wat investeringen. Dat vinden ze over het algemeen niet erg als dat maar behapbaar is.
Maar vooral de onzekerheid die er soms is van, is dit de goede richting? En kan de rest van met wie ik uitwissel ook mee? Dat is een heel belangrijk aspect. Dat wordt soms nog wel eens een beetje onderschat, merk ik. Want hoe geef je die zekerheid? Enerzijds door dat met elkaar af te spreken. Ja. Maar juist het mooie van zo'n stap die nu gezet wordt. En alle mooie pitches, daar zie je het ook in terug. Er worden ook concreet dingen afgesproken en dingen uitgevoerd. Soms wat kleiner, vaak best wel groot. Ik vond het heel mooi om te zien dat zo'n ILS-configurator echt naar die volgende stap gaat. Mm-hmm. En je merkt ook gewoon dat in zo'n beweging, wat het bijna begint te worden, 130 meedenkers zijn. En dat zien we nog niet zo heel veel in de sector, dat van alle kanten ze daarbij betrokken willen zijn. Het is natuurlijk ook wel een steentje in hun schoen, om er zo te zeggen. Dus ze hebben er ook best wel veel lol van als het wordt opgelost. Tegelijkertijd realiseren ze zich ook van ja, hier moet ik nu dus dan wel bij zijn. Nou, die zekerheid en die eenheid, die is denk ik heel belangrijk. En zo'n digi-akkoord helpt dan ook om, hè, omdat je daar met z'n allen van zegt van we gaan die kant op, om die zekerheid wat meer te geven. In ieder geval de neuzen, dezelfde kant waar we dit over hadden. Ja, en de afspraken die je maakt, die je ook gewoon uitvoert. Want het zijn allemaal hele mooie pitches met nuttige de onderwerpen en thema's waar ze zich mee bezighouden. Ja. En veel energie die erop zit. Het was echt leuk om te zien. Ja, ja. Heel leuk. Ja, ja, maar het gaat ook heel vaak om dingen dus als capaciteit en expertise erin. En dat zit natuurlijk denk ik ook wel in de hele keten. En dat gebruiken we nu meer en meer van elkaar volgens mij. Hè? Is dat, Remco, even naar jou. Hè? Want wat zit in de techniek? Wat zijn daar de uitdagingen? Ja. Kijk, de techniek en de installateur bestaat eigenlijk niet. Hè? Dus je ziet heel veel verschillende type installateurs die ook qua digitalisering heel anders kijken. Je hebt bedrijven die heel erg zitten op modellering, op BIM'en, op informatieuitwisseling in de keten. Maar er is ook een groep leden die maken zich iedere dag weer zorgen van hoe kan ik informatie op de bouwplaats op een slimme manier vertalen dat ik naar de groothandel kan bestellen en dat het niet een hele weerwar wordt en dat die stapel met letterlijk nog pdf's uitwisselen en e-mails, dat werkt. Dus je hebt een heleboel verschillende soorten vraagstukken. En daarom zien we ook, ik zag dat ook in de pitches terug, er zijn wat meer abstracte en ook wel hele belangrijke ontwikkelingen. En daar zitten de koplopers aan vast. Maar ook heel wat gewoon ingebouwd wordt in de software. En dan is een bedrijf die koopt de software bij een leverancier. Er zit onder water zit de bestelinformatie. We hebben bijvoorbeeld nu 3 miljoen ketels worden jaarlijks onderhouden. De meldingen moeten voor een verplichte wettelijke certificering doorgestuurd worden. Dat is een heel ander type automatisering als dat we spreken over BIM-modellen. En zorgen dat het beheermodel voor de installateur uitgewisseld kan worden. Dus en die dingen zin, blijven. En dat doen we. Wij zijn als brancheorganisatie natuurlijk met al dat soort verschillende partijen bezig. En dat doen we ook steeds meer in de keten. Okay. Maar dat blijft punt. Ook aandacht vragen, ook de kleine dingen en de specifieke. Ja, het platslaan van een heel simpel vraagstuk van ik ben op de bouw en ik moet iets bestellen, want ik mis iets. Ja. Ja. Nou, dan kunnen we wel dat lekker zeggen van goh, dan ga ik naar de binnendienst en die gaat het bestellen. Maar voordat je het weet, is de hele marge weg aan allerlei telefoontjes en e-mailtjes. En uren. In plaats van dat je het op de tablet in één keer kan bestellen. Maar dat punt, hè, ik denk dat het ook zo belangrijk is dat we dat ook met al die digideals voor ogen houden. En niet alleen dat je zeker weet dat het ook echt bijdraagt aan de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. En echt die leefwereld van alle mensen die in onze sectoren werken. Maar ook zeg maar dat je dit blijft uitleggen. Want de mensen die initieel soms dat idee hebben gehad, zijn soms anderen dan degene die het moeten programmeren of die het moeten vastleggen. Ja. En dat zijn soms zeg ik maar even huiselijk wat meer techneuten. En ja, die zijn misschien soms weer minder goed in staat om het initiële idee waarom we dit aan het doen zijn, continu te blijven uitleggen. Ja. Dus het is echt een belangrijke om het dicht bij die leefwereld te hebben. Ik vind het mooi, want er komt hier ook een vraag op de iPad echt over binnen. Er is iemand die zegt, de gepresenteerde digideals die we nu gezien hebben, die zijn allemaal redelijk bottom-up. Hè? Die zijn lekker concreet. En tegelijkertijd hebben wij het hier over hele grote doelen en hele best abstracte en strategische dingen. Zijn dan die deals die we zien, zijn die daar dan voldoende voor om ook echt, wat ze hier noemen, strategische coalities te smeden en dat ook echt naar dat niveau te krijgen? Ze helpen denk ik enorm en het maakt het voor de
organisaties die eraan meedoen ook concreet. En daar hebben ze een enorme behoefte aan. Er wordt nog wel eens gezegd van nou, dat grote plan, prima, dat moet de goede richting uitgaan en dat moet kloppen. Maar ik wil wel concreet met iets bezig zijn. Andere kant, en dat is misschien nog wat onderbelicht, is, we moeten ook niet vergeten de bestaande wereld, die al heel veel uitwisselt, ook aan te sluiten. Want dat geeft enerzijds meer massa en het zorgt ervoor dat er ook weer dat vertrouwen in van ik ben met de juiste dingen bezig. Mm-hmm. En de dingen die ik al deed en die goed gaan, die hebben ook zijn plek. Tegelijkertijd denk ik dat je nog eens op verrassende nieuwe coalities zal komen. Ja. Die nu nog vrij ver van elkaar afstaan. Ja. Maar je moet elkaar ook ergens in het midden tegenkomen. Ja. Hè? Wij kunnen praten over dat grotere systeem. Maar je wil eigenlijk dat je zoiets wat van bottom-up echt opkomt. Dat je dan dat dus kan koppelen aan dat grotere systeem van ketenafspraken. Zodat je daarmee dus eigenlijk meteen de implementatie hebt van die grotere doelen die je voor ogen hebt. Door dit soort digideals te omarmen. En daarom is het zo goed dat we die praktische voorbeelden hebben. Mm-hmm. Die eigenlijk al meteen met een concrete use case bezig zijn. Want anders blijf je, als bestaat het risico, zeker denk ik bij digitalisering. Wat voor veel mensen abstract is, dat je ook een beetje in het luchtledige blijft rondpraten. Ja. En dat willen we nou juist ook absoluut voorkomen. Ja, ik zou dat dubbel willen onderstrepen. Want net wat die vraag, mijn antwoord zou net zijn, juist hebben we dit nodig. Mm-hmm. Ja. De mouwen zijn inderdaad opgestroopt. Volgens mij moeten we gewoon productie draaien met elkaar. Want de ideeën die zijn er. Dus er zijn zowel van waar we heen moeten, als wat zou kunnen helpen in de verschillende leefwerelden van de professionals. En nu is het zaak om daar ook echt sneller, wat mij betreft, resultaten aan te gaan. En jullie zijn ook de nering is ook zo breed qua termen. En zo'n containerbegrip. Je ziet in die pitches al het verschil in soorten digitalisering. Mm-hmm. Het kan gaan over ketenoptimalisatie of procesoptimalisatie. Het kan gaan over toepassing voor bevoegd gezag of voor notarissen. Je ziet heel veel verschillende ideeën bij digitalisering. En ze zijn in principe allemaal goed. Want ze komen vanuit de praktijk, waar lopen bedrijven en medewerkers tegenaan. Maar tegelijkertijd, en ik weet niet hoe lastig dat in jullie branche bijvoorbeeld is, kunnen ze die vertaalslag maken? Kan, als het, snap ik, zou ik maar zeggen, de techniek of de basis van het concept die eronder ligt, en kan ik die vertalen naar mijn eigen probleem of vraagstuk? Maar dat is vooral voor het midden- en kleinbedrijf, het heel belangrijk, iets wat Remco net al zei, die software. Okay. Ze zijn zo klein dat ze niet de middelen hebben, zoals de grote, om daar iemand helemaal op te zetten of helemaal zelf te ontwikkelen. Ja. Of nou, geef mij maar de specificatie en we komen een eind. En daar zijn die softwarepartijen heel erg belangrijk voor. Aan de ene kant is het voor hun natuurlijk ook gewoon wat zij doen. Hè? Dus het helpt ze ook. Aan de andere kant zijn ze ook cruciaal om dat bij die kleinere organisaties goed erin te krijgen. Want die moeten toch een beetje aan kunnen zetten, zullen we maar zeggen, en dan gebruiken. Ja, en dan ook de menskant van digivaardig maken en een digicampus-achtige concepten. Ja. Van hoe krijgen we in de regio ook mensen meer digivaardig? Want we zijn niet allemaal opgevoed met die digitaliseringsschaven. Ja, en die efficiëntieslag ga je ook pas halen natuurlijk, als mensen ook uit de voeten kunnen met wat we met elkaar afspreken. Een deel van waarom we die digitalisering doen is omdat we die efficiëntieslag willen halen. Dan is het dus heel erg belangrijk dat je ook juist bij die kleinere partijen kan uitleggen waarom wat levert dit je nou op? En wat heb je hiermee te winnen? Ja, en dan moet je kan je uur maar één keer besteden. Precies, ergens natuurlijk. Ja. Andere vraag die binnenkomt is, de nadruk ligt nu heel erg op bouw en utiliteitsbouw, is dat? Ja. En veel minder op GWW en infra. Is dat, zijn die wel goed aangehaakt? Is dat een specifieke vraag voor jou of kun je daar ook iets over zeggen? BIM-modellen en uitwisseling van gegevens, dat zit in alle markten. Ja. Dat zit ook in de industrie. Ik denk dat zelfs industrie een goed voorbeeld kan zijn. Maar het is zeker ook onderwerp van asset management in de infra is minstens zo belangrijk. Het besturen van kunstwerken in de infra is minstens zo belangrijk in digitalisering. Ja. Maar we roepen natuurlijk altijd op om juist de GWW-partners en de infra-partners hier ook op aan te sluiten. Eens. Ja. En het ministerie van INW is hier ook natuurlijk geïnteresseerd in en die willen hier natuurlijk ook mee aan de gang. En dat geldt natuurlijk ook voor een partij als Rijkswaterstaat die dan daarin extra belangrijk is. Ja, en die ook echt flink participeert ook in het DigiGo-programma. Ja, dus, absoluut. Zijn er nog partijen waarvan zegt, die zie ik eigenlijk niet en die wil ik liever zien? Dat is even vraag aan jullie allemaal.
Of waar je van zegt, van, nou, die mogen eens gas gaan geven? Ik zou wel meer opdrachtgevers willen zien, denk ik. Ik denk dat de Rijksoverheid best goed vertegenwoordigd is. Ja. Wij zijn zelf ook nog niet zo lang aangesloten, gebied de eerlijkheid te zeggen. Maar ik denk dat er nog veel meer opdrachtgevers zijn die we moeten activeren om hiermee bezig te zijn. Want dan kan je gewoon die keten goed inrichten. En dat, ja, als die meedoen op bepaalde standaarden, ja, dan vallen die voordelen natuurlijk ook bij de opdrachtnemers. Jullie nog andere? Er zijn ook nog wel wat werelden van wat meer gespecialiseerde bouwbedrijven, infrabedrijven, die er soms nog wel wat verder van afstaan. We zien dat ook wel als onze opgave, een gezamenlijke opgave, om die nog wat dichterbij te halen, die trajecten lopen. Dus ik verwacht ook wel dat voor 23 maart dat we nog wel iets uit die hoek kunnen verwachten. Maar soms moeten ze ook even op snelheid komen even kijken waar voor hun dan precies dat unieke punt zit waarop ze goed mee kunnen. Ja. Dus het is heel veel laten zien, communiceren wat je al zei, voorbeelden meenemen, laten zien, en concreet samen maken. Oké, dank voor zover. Ook even voor jullie reflectie op wat we allemaal gezien hebben. Wat ik al eerder had gezegd, je ziet nu de slide op het beeld waarbij je de QR-code kan scannen en dan kom je op een formulier. Dan kun je aangeven of je nog aanvullingen wil doen op het Digi-akkoord. Dan kun je lezen en dan kun je opmerkingen opmaken op dat formulier. En je ziet daar ook alle achterpitches terug die we vandaag gezien hebben. En daarbij kun je aangeven door een hokje aan te vinken welk van die pitches je interessant vindt om wel of meer informatie over te krijgen of misschien aan mee te doen. We gaan je niet lastig vallen ermee, hè, maar het is wel even goed ook om te zien en eventueel een mailtje te sturen als we meer informatie hebben. Heren, dank vanuit de verschillende hoeken voor jullie reactie. En, nou ja, de mouwen opgestroopt en aan de slag, dat is duidelijk. Wij gaan even de sheet laten zien en we gaan hier weer even een kleine wissel doen, want dan ga ik samen met Jozef afsluiten.